Waarom droom jij over mij? Jij. Ja, jij, ja. Anderen die allemaal mij willen zijn. Sommigen die zouden graag in mijn velletje willen rondlopen. Ik heb nou een spirit gevangen die zegt koekoek. Die is echt niet goed. En die is continu aan het shapeshiften. Zoveel karakters, persoonlijkheid, dat is echt niet goed. Maar wat die me allemaal kan vertellen en duidelijk maken is... Ja, iemand wil mij zijn. Ja, een heleboel mensen. En ze weten mijn skills. En ze weten hoe smart I am. En anderen die denken dat ze een beetje kunnen shapeshiften. Hier in het 3D. Gooi zelf weg, ja. Laat even zien hoe belachelijk je bent en dat het acteerwerk is. Wat mijn spirits doen, nee. Ik zei al, King Solomon is niks voor mij. Ik vang niet alleen demonen. Nee, ik vang spirits. Ik vang al die lesser gods vang ik ook. Het is echt alter ego's en zo. Oh. En ze hebben geen idee waar ze aan beginnen wanneer ze spelletjes komen spelen met mij en dat mijn hele leger mogen tegenkomen. Maar ik moet, sorry, ik werd wakker dat ik echt dacht, waarom droom jij over mij? Wat moet je nou, joh? Wie ben jij voor mij? Met je handen praten en zo. Fuck off. Oh, sommige mensen denken echt dat ze sexy zijn. Maar ze hebben wel make-up en smink nodig. I'm bringing sexy back. En schattig doen is voor kittens. Maar ga jij maar weer doen alsof je tijger bent. Op een poesjes level. Niet normaal, niet normaal. Ik ben nu naar mijn eigen droom aan het luisteren. De esoterie, de supernatural. Wanneer je dat vorm aan het geven bent. Als je vibratie daar op een bepaalde manier op een bepaald level kan brengen. En niet alleen omhoog, ook naar beneden. Want het is toch de frequenties waar je in hangt. Daar waar je een nulpunt gecreëerd hebt. Is echt sommige mensen. Ja, parallele universums. Waar iedereen alles denkt om te draaien. Mensen die liegen, die vertellen de waarheid. Mensen die proberen de waarheid te verkondigen, die zijn aan het liegen. Denken alles om te draaien. Eén groot spiegelwereld. Ja, het is één groot optreden. En als de casting komt. En die fake poppercast, fuck af met dat. Aouaki! Aouaki! En dat was echt de mooiste. Het is echt een soort van een bepaald volk wat aangetrokken wordt. Dat er helemaal op het water ook nog tussen was niet normaal. Ik weet in ieder geval dat ik hier al in het fysieke, het aardse, echt alles alleen doe. En ik word natuurlijk zwaar lastig gevallen. Door mensen waar ik eigenlijk heel goed mee zou kunnen resoneren, maar ze zijn gierig. Ze horen ergens bij, ze kunnen niet opgeven. Ze kunnen niet biechten, niet toegeven. Dus neem afstand van alles, toch? Als je deuren dicht doet, dan kunnen de poorten open. Ja, mensen die denken, hoe bepaald mag je het hebben, laat ik kracht zien. Ja, mensen zouden dus oude video's moeten kijken. En dan een beetje om hen heen gaan kijken, dan lach je het op rot. Dan snap je wat blueprints, ja, wat manifesteren is, maar voornamelijk wat zaakjes planten is. Nelson Mandela effect en zo. Is het in één keer anders? Is het in één keer wel waar, twee eerder dacht van niet? Er wordt door de Watchers meegekeken.
En als je bepaalde mensen aan het negeren bent, dan dat voelen ze hoor, dat voelen ze. En we gaan naar een consciousness reversal heen, dat is niet normaal. Fucking downgrade, we gaan als downies door het leven heen. We hadden net zo goed, wel Bassie en Adriaan, kon jij gewoon Bassie staan, Bassie zijn. En dan zou ik gewoon de kunstjes doen. Dat doen we nu ook, alleen nu val je jezelf lastig. Niet normaal. En wanneer mensen my point of view gaan begrijpen, snappen waarom ik me op bepaalde manieren aan het gedragen ben. En als jullie spelletjes willen spelen, speel ik ze mee. Maar ik speel geen spelletjes omdat ik die van jullie meespeel. En jullie moeten blijven acteren, blijven liegen. Ik houd gewoon op de waarheid. Ze denken mij te vernederen, zetten ze hunzelf voor schut. En lef, nou, cry later. Ik zal blijven lachen. Ik hoef in ieder geval niet voor gemis een traantje te laten of zo. Dat is zo smerig, vies, kutverraad. Misbruik, verwaarlozing, echt niet normaal. Als mensen de gevangenis niet ingaan, dan gaan ze een of andere spirituele gevangenis in en dat is veel zwaarder. Yeah. All eyes on me. Oh, dan wisten ze ook weer, zodra mensen dat gaan doorhebben, wat er allemaal mee gebouwd wordt en wat zo'n fidère echt doet, kunnen ze zelf echte mensen voor gebruiken. Ja, dan worden ze nog gestimuleerd ook. Ze worden gepusht. Als je al die tijdlijnen ziet, al die mensen, alles wat door elkaar heen beweegt, die zit op die dimensie, die zit op die dimensie. Je snapt de kwantumfysica die overal bezig is. Heb je al die spiegels, parallele universums. Wat sommige mensen echt zelf helemaal voor gek gehouden hebben. Ja, wanneer je een fundering hebt, waar je op kan vallen en daardoor je nulpunt gecreëerd hebt, kan je alle kanten op. Maar ze zijn alle bands, alle connecties, alle bruggetjes, alles moet gesloopt worden. En mensen die daarin meegaan, die hebben gewoon afstand genomen. Dus hun zijn mij kwijt, heel simpel. Daarvoor is er voor mij geen gemis. Hun zijn achter de duivel aan, zijn contractjes aan het sluiten. En mogen straks achterblijven ook. Want ik shift hem wel weer door naar een next level. Nieuw levels, nieuw devils. Dus die vorige duivels, die zijn helemaal niks. Het is zo klein. Het is echt... ga weg jij. Je bent belachelijk. Ja, man, bepaalde leugens moet je niet eens over praten, want ze weten dat ze zelf liegen. Ja, dus I'm not mentioning it. Nee, whatever. Als niemand toch kan luisteren, iets kan geloven, dan mogen ze er lekker in verdrinken. Verdwaal dan maar in. Ga maar lekker door het doolhof heen. Blijf lekker hangen in die matrix. Iedereen hangt in hun eigen fucking programma. En ik hoef niemand uit te leggen, hè, hoe ik het doe, wat ik doe, waar ik mee bezig ben, welke ophelderingen ik aan het krijgen ben. Ik reflecteer de boel wel, hoor. Dat is de boel spiegelen voor wat het is. Kan je meteen snappen wat echt shapeshift is en dat je daarvoor niet van gedaante hoeft te veranderen. Of in 3 jaar tijd 10 keer er totaal anders uitziet. Dat is alchemy. Dat is niet erover praten en niet plaatjes aan het laten zien. Nee, dat zijn de daden. En weer terug op het Nelson Mandela effect. Waar dingen gewoon veranderd worden, waar je bij stond, niet door had en achteraf achter mag komen. En dingen zitten in je DNA. Ja, dat is zeg maar waar je cash and crackers zit. Noem het de boekhouder. Ja, en dan kan je met de emoties die je hebt, kan je dingen omvormen. Dingen naar boven brengen. De scabbers die met een trickster spirit willen spelen.
Maar denken dat ze met mij aan het spelen zijn en ik laat het over aan mijn onderbewustzijn, aan mijn hogere zelf. En ondertussen is het hier gewoon eenmaal op aarde, is het voor mij gewoon de Golden Rule Book. Met hun die mij nog niet verraden hebben, behandel ik gewoon zoals ik behandeld wil worden. En blijven vanaf het hart blijven leven. Lekker nonchalant door het leven heen. En vinden ze weer arrogant. Ja, fuck dieven, fuck ze allemaal. Eens wat ze kunnen stelen is materieel. En ja, dat zielsconnecties ze zich zo makkelijk laten betoveren. En dan zijn ze het gewoon niet waard om in mijn universum rond te lopen. Hoef ik die van hun ook niet te bevrijden van iets of zo. En dan gaan ze wel lekker de lift in, omdat ze denken dat het sneller is als de trap. Dan gaat de lift, die gaat naar beneden toe, terwijl de trap omhoog gaat. Ja, echt, als je snapt wat de ether echt is, en wat je daar qua astral travel kan doen. En hoe het is, wanneer je met je spirit naar je ziel toe gaat. En met je spirit je ziel het lichaam intrekt. En wat er dan allemaal mogelijk is. Maar, wat hebben we toch? Wat zegt de IR nou weer? Ik geloof niet wat hij zegt. Prima. Ga dan maar weer luisteren naar gekopieerd. Want slechts nadoen is. Die vibraties niet aanzitten. Kijk, kom jij heen. Het zijn allemaal hetzelfde. We zijn met z'n allen aan het liegen. Met alle een masker aan het ophouden. Zijn ze alle dingen aan het verzwijgen? Jullie zijn allemaal elkaar om op die manier elkaar aan het helpen. Dat zijn gewoon hetzelfde. Ga lekker resoneren met elkaar. Ik heb geen tijd voor. Geen plek voor. Ik heb nou genoeg mensen ook een kansie gegeven. Dat jullie zijn allemaal hetzelfde. Dus ik hoef daarin niemand anders meer een kans te geven. Wat hebben we? En spirituele transformaties. Spiritualiseren. Echt, als iets in je DNA zit en je kan het loslaten door het lichaam. Hè. Echt, mijn ancestors willen ook gewoon, net als God. Die isoleert me, die wil dat ik alleen ben. Die wil niet, die lage vibraties, die narcisten. Moet ik allemaal niet op mijn heen hebben. Ja, wat waar je naast zit. Als je naast iemand gaat zitten die naar stront ruikt. En te langer naast zit. Dan ga je ook naar stront stinken. En dan willen andere mensen die denken. Hé, bah, je stinkt naar stront. Dus blijf lekker weg bij dat. Je stookt gewoon. Met een heleboel dingen is het gewoon wat het is. Net als Clio. De hele dag de tuin uit. Die rift de hele dag in de tuin nu. Ze zoekt het maar uit. Ze moet wel binnen slapen als het donker wordt. Ja, regels. Ja, sommige dingen die gaan zo diep. Zo duister, zo donker. Ja, mensen hebben geen licht. Dus ze zien daar niks. Dus ja, moet je isoleren. Dan ben je niet ziek aan het raken door alles wat zo vertiefd is. Als je puur bent, moet je puur blijven. Het is echt die pigmenten op mijn hoofd, die vlek, die is ook weer groter aan het worden. Natuurlijk meer in de zon liggen ook. Maar echt, wat God kan, kan ik ook. Dus noem me maar een witch, noem me maar een medium, noem me maar een shaman. Oh, hij is met black magic, hij is met white magic ook. Zoveel familiegeheimen waar ik niet achter mag komen. Echt, ik mag niet weten dat ik magisch ben. Maar alles wat speelt, alles wat bezig is. Profetisch waren dingen al lang al aan het licht. Ja, ze zijn bang voor de potenties die eraan kunnen komen en hebben geen idee wat ik in het onderbewustzijn al aan het doen ben, in het droom al aan het doen ben. Maar gewoon geen zin heb om hier alweer dingen te geven wat weer nagedaan kan worden.
Naar de fictieve wereld, het was klaar. Dit is echt biracial. Dit is echt natives. On top of the food chain. Niet normaal. Als je een bepaalde look hebt, een heleboel zijn daar hatelijk op. Ja, en dan snap ik het racisme, snap ik alleen niet. Hun die een kleurtje hebben, dat ze dingen ook aan het onderdrukken zijn. Omdat die jaloers zijn en niet zelf willen hebben of zo. Terwijl ze maken het zichzelf lastig, terwijl ik daarbij weer een heleboel had kunnen helpen. Is het gewoon niet de bedoeling dat ik anderen help ook, hè? Dus het is echt, er is nog een scheme die is gaande, er is nog een geheim. Oh, ze zijn echt bang dat als ik dat weet, dat zal me zoveel kracht geven. Dan gaat er zoveel in hun gezicht ontploffen. Zeker wanneer het voor anderen ook duidelijk wordt. Maar het gevak wat echt bezig is. Gaan al die gangstakken snappen waarom ze gebruikt zijn voor dit zooitje? En omdat hun ook niet mogen groeien. Omdat hun allemaal hun ziel moeten verkopen. En ze zijn toch. Zijn toch gieren. En het is niet alleen de Bijbel, hè, lezen. Maar ook als je de Tanakh. Of de Nobelkoran, er zitten zoveel sleutels overal, dat is echt niet normaal. Een heleboel mensen die willen graag iets doen, er zijn cursussen aan het boek aan het schrijven. Maar het brengt eigenlijk niks voort bij de mensen die het dan lezen, die ze volgen. Die zullen daarna weer een nieuwe moeten cursus volgen, weer een nieuw boek moeten kopen. Als je door iets aangeraakt wordt, zeker als er van binnen lampjes bij je gaan branden, waarbij je niet iets denkt, gelooft, maar je kan de ervaring. The devil in disguise. Mensen zien het niet. Alleen dat zou mensen al kunnen bevrijden. Niet de bedoeling dat ik geld heb. Want als ik geld zou hebben, oh, dan konden er zoveel dingen gedaan worden. Ik doe dingen waarvan ik niet eens weten heb. Maar soms moet je van iets niet bewust zijn. Want wanneer je er bewust van bent, dan ga je er misschien wel iets te trots mee doen ook. Ik weet niet precies hoe ik dat moet inkleuren. Je moet gemotiveerd blijven om de skills te verbeteren. Je moet je eigen leraar zijn en daarom dingen onderzoeken. En ondertussen moet je ook bereid zijn en gewild, hè, dat je wil leren en verder wil kopen. Dus je bent er nooit, maakt niet uit welk van de twee je dan bent. Maar echt gewoon, ze zijn niet alleen geld aan het stelen, ze willen mijn hele identiteit stelen. Maar zolang ik hier nog ben, ben ik de artist. Ben ik de artiest. En zijn hun slechts aan het acteren en doen hun het niet alleen? Worden hun niet lastig gevallen? En uiteindelijk hoef ik niks bij te horen, hè? Creëer zelf wel iets. My own league, mijn eigen divisie. Dat heleboel fake om in één wil hebben of met fake wil trouwen. En sommige kinderen komen rechtstreeks van God. Andere, ik ga het niet eens vertellen. Je moet ergens bovenuit stijgen. Dat anderen zich laten onderdrukken, op een tweede plek laten neerzetten. Het blijft gewoon grappig, maar dat sommige mensen dat niet zo over me dromen. Bij bepaalde mensen in bad. Niet met ze in bad, maar in bad. En schuim kunnen ze niet gluren. En ondertussen mogen ze me drinken en eten brengen. En dat ik denk, jij. Ja, fuck off, joh, met je racistische zootje.
Wij proberen het anders in te willen kleuren. Het is gewoon wat het is. Heel simpel. Dus vanaf hun werk aan het kijken. Ja, die mensen bij de Tweede Kamer zitten ook alleen maar de hele dag in hun telefoon. Niet normaal. En dit is de Dark Phoenix Rising. Maar als je er 4 mee kan doen. Als je ook alleen die serie van Lucifer. Is hij echt zo slecht? Maar nee. Zo moet hij ingekleurd worden. Hè? De kerk iets om naar te wijzen en de schuld te geven. Ondertussen zit het gebouw gevuld met heksen. Die een heleboel in hun kelder, een heleboel op een grafstok hebben. En weet ik veel, bij iets anders smeren als denken te biechten. Denken dat het daarmee verdwijnt of zo. Dat ze nog steeds de hemel inkomen. Ja, fuck off, joh. En de volgende 3 jaar die eraan komen. Ik moet slimme mensen op mijn pad hebben. Niet mensen die denken dat ze slim zijn. Mensen die ook kunnen dromen, zodat ze die van een ander niet nodig hebben. It's all about the mind. Het universum is mental. Mind above matter. Dus fuck off wat alles in het matter verdwaald zit. Dingen voor geld aan het doen is. En sommigen zullen dingen heel erg... Maar dat is die genie. Dat is die genie in die bottle. Ik hoef alleen maar iets te bewijzen aan bepaalde figuren. Want de rest dat doet er blijkbaar toch niet toe. Op scientific niveau. moet je iets nieuws brengen. Er wordt naar iets gezocht. Kunnen jullie wel dat naproberen te doen, maar de daden die zijn er niet. Sommige mensen zal ik laten zien dat ze gek worden. Dat is heel erg uit of hun karakter klopt niks meer van. Het zal voor iedereen duidelijk worden. Ik zal ze helemaal koekoek maken. Gaan jullie zien wie dat zal meteen trots op me zijn. En dan gaan jullie jezelf in het gezicht slaan. Ik word wakker. Waarom zag ik dat niet eerder? Ja, dit is echt polygamie. En lekker theetje drinken en zo. Kom thee drinken met Iep. Hij heeft je heel wat te vertellen. Je hoeft alleen de sleutels ertussenuit te vissen. Kan je bepaalde puzzelstukjes, je eigen puzzel, completer maken? Nee, blijf lekker van serie droomwolken, joh. Denk je dat je het allemaal beter weet? Door wat je om je heen verzameld hebt en jij denkt dat dat allemaal bij elkaar hoort. Er zit geen structuur in te krijgen. Die puzzelstukjes die passen niet eens. Dus kan je niet schaden, proberen dingen te bewerken. Andere mensen worden gek gehouden en dan in jezelf geloven. Fuck off, joh. Gooi jezelf weg. Ja, zoveel imprints op mensen willen toerichten. Ja, dus dan word je een soort van beschermd ook. Laat andere mensen dan maar verdwaald raken, omdat ze toen niet weten wat er speelt. Of heel graag aan de smerigheid willen meedoen. Daardoor helemaal, gewoon verdwaald raken. Ze geloven iets, ze geloven dat ze ergens mee wegkomen. Zijn weer zo fysiek alles aan het inkleuren, omdat ze toch niet kunnen spiritualiseren. Nou, wij niet uit... Wie dat denkt, dan mag je het hebben. Als ze toch geen kracht hebben, is het alleen maar uit te lachen. En dan een bepaalde industrie, wat niet eens naar hun op zoek is. Die gewoon gebruikt worden voor het smerige zooitje. Om de smerigheid aan te kunnen kaarten, laat ik het zo zeggen. En de duivel misleidt en verleidt. Het is niet helemaal mijn route, maar dat is blijkbaar wat hun willen om te kijken wat mensen, wie ze werkelijk zijn.
wanneer het er om draait. En alle programma's die er nu draaien, zijn zoveel mensen zelf aan het verloochenen, hoe je dat ook zegt. Ja, blijf staren met je obsessie. Lekker rukken, vastripteren, kontje, vinger. Vervuil jezelf maar en sloop je eigen kundalini-energie. Jouw zilveren koordje, die is in zoveel stukjes, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. En jullie willen in de piramide staan en in die punt je hoofd zetten. Zet hem eens op de bodem en snap dan hoe diep dat ding gaat. Uiteindelijk gaan dingen... Het is te duidelijk. Het is bijna om eng van te worden. En wanneer die justice komt... Ik trek je wel die hel in waar je hoort. Ik trap mensen wel de hemel uit waar ze niet horen. Ze drukken in de hemel aan het worden, dus... En hoe mensen die willen het samen met me doen, maar ik heb hier niemand voor nodig. Dat zien jullie nou toch al drie, hè? En jullie hebben de ene na de andere nodig om een soort van competitie aan te blijven gaan. Alles te verdraaien, doen alsof ik het ben, terwijl jullie het probleem zijn. En ik dat in mijn eentje aan iedereen kan aankaarten die ervoor open staat om de waarheid te zien. Om de waarheid onder ogen te komen. Nou, bepaalde mensen, dat ik denk, waarom droom jij over mij? Gooi zelf weg, joh. Pleeg zelf voort. Je gaat toch al naar de hel toe. En anderen die zijn mijn geheim aan het houden. Dat is mensen in hokjes plaatsen. Dat is shadow banning. En een heleboel dingen is voor mij ook al duidelijk. Maar ik hou die geheimen dan ook wel. Spelen we dat toch ook gewoon weer bij. Houden we mensen alle lekker van alles geheim. Spiritueel kunnen er toch wel in. God heeft toch alles al gezien. En de mensen die wel God in hun hart hebben. Een bepaald level van intelligentie hebben. Nou, laat dan al die junkies en gehandicapten maar lekker water spartelen en gek doen. Zichzelf tekort doen in plaats van helen. Ja, het is hatelijk, hè? Als je weet dat ik ook aan die tafel hoor. Maar jij het me niet gun. Omdat jij een paar plekjes mag opschuiven. Ja, het is een bitch, ik weet dat. Maar jij bent mijn bitch. Dat weet je ook. Maar nee, je wilt graag boven me staan. Kan niet. Dat is kracht hebben. Ja, dat is die zelfvertrouwen. Dat is weten wie je bent. Niet eens in de vorm van I am. Ik ben. Ik ben. En dat ben ik. Zij blijven jullie maar lekker vechten. Voor mij is het al heel lang. Kap toe, Elisad Vos. Zolang ik maar inzet dan. En ik heb geen zin om het te vervelen. Dus genoeg om mee bezig te zijn. Met spirituele. De ontwikkeling daarin, de kennis opbouwen, aankaarten, al dat fake en het gekopieerd, copycats, destiny stelen, zielen willen ruilen, wat ze niet lukt, alleen maar het boel voor de gekken, nou, en dan heb ik nog, ja, mijn dromen, mijn meditaties, astral travel, out of body experience, ja, de GTA-werelden en zo. Mensen willen mijn gedachten inkomen en zijn daar aan het verdwalen. Want ik gooi in een andere dimensie in. Denk een heleboel lovebombing. En ik vind het totaal niet aantrekkelijk. Je hebt al laten zien dat je verraad bent, dus je krijgt geen liefde terug. Soms is maagd zijn, maakt iets ook lastig, want ben ik in één keer met je aan het vechten, terwijl we eigenlijk seks horen te hebben. Ja, prima dan. Zodat ik dingen maar realiseer wanneer ik wakker word. En ontwaken op spiritueel niveau, dat is naar levels.
Dus nou, wijs maar lekker naar politiek en dat alles nep is. Ik ben uiteindelijk, wanneer het klaar is, blij. Hè? Ik weet niet waar jullie dan hangen. Of waar jullie zitten. Als je dingen niet alleen kan doen, maar altijd mensen nodig hebt. En zometeen zie ik je in de gevangenis helemaal alleen. Fuck top. Ga je dat impulse gedrag van je, ga je haten. Niet nadenken, maar meteen handelen op wat je dacht. Schiet er voordat er antwoorden zijn. Gewoon fucking gierig. Ik wil Ian helemaal voor mezelf. Houden van is lastig als je het inkleurt met seks. En niet bij onvoorwaardelijke liefde kan kopen en het met iedereen wil delen. Ik wil dat hij van niemand anders geld krijgt. Want ik ben ik voel me aantrekkelijk aangetrokken tot Ian. En ga lekker een kontje blijven pieren als iedereen pijpen. Ga zoenen met een mannenhoofd. Ik ga de Ian wat aandoen. Jij bent jezelf wat aan het aandoen. Jij bent jezelf kapot aan het maken. Hey, kan je wel weten wanneer ik echt geboren ben of zo? Want ja, je weet toch niet welke dag. Misschien zelfs wel verdwaald in de maand. En ik hoef het alweer niet te weten, want ik ben, ah ja. Het is zoveel krachtiger als jezelf in een hockey plaatsen. En ik neem het hele wiel, neem ik over. Ik zie dat gewoon als allemaal huizen. En voor jou is dat huis 1 tot huis 12. Voor mij zijn alle huizen gewoon 1 tot en met 12. 144. Ja, dan heb je ook nog die 144 dimensies. Ah, en al die universums, al die tijdlijnen. Oneindig. Net als mijn potentie. Grenzeloos. Niet eens de sky is the limit, want er is nog zoveel meer. Na een tijdje, hè. Hij zegt elke keer hetzelfde. Ja, dat is omdat jij in een cirkeltje gaat en de torens niet aan het zien bent. Hè? Dus sommige mensen denken ook, hoe kan het dat wij een match zijn als jij zoveel verder bent? Waarom op het waald ben ook, door de controle, denk dat je een god bent, doei. Waarom is die aantrekkingskracht tot mij? Als je zoveel geld hebt en ik hier zit met mijn jongetje, hoe kent dat? En zielsconnectie, spiritueel niveau. En dat willen ze weer fysiek inkleuren. En misschien dat ik het daarom bepaalde dingen ook niet snap, dat ik dat ook doe. De angsten, het boos zijn. Breng het omhoog, doe verlicht. Ik zal hier helemaal van links naar rechts. Ga er weer mee wiebelen. Zelf aan wiebelen. Ik laat jullie rennen door het bos. Jullie zoeken de fitness, maar het is gewoon een cirkel. Torres is uiteindelijk ook een cirkel, maar net van op welk oogpunt jij aan het kijken bent. Dus is er geen begin en is er geen einde. Na het eindje weet je niet eens meer waar het begin is. Dus is dat ook niet meer het einde. Het einde is pas wanneer je hier al dood gaat en dan... Maar je hebt ascensie. Dus iedereen wordt vanzelf wel volwassen. Oh, hoe lang praten we al? 34 minuten. Het is wat.